Goedenavond Ad, daar zijn we weer. We staan hier nu met Erik van Velen. En Erik is coördinatiemanager bij het KWF. We zouden graag wat meer informatie krijgen over uw doen en laten voor het KWF. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Wat kunt u erover vertellen over uw functie? KWF Kankerbestrijding is ontzettend blij met deze actie. Het vraagt veel voorbereiding. En het heeft vorig jaar een fantastisch bedrag opgeleverd van 17.000 euro. Nou, ik ben net even binnen geweest. Ja, geweldige actie. Dus daar zijn we heel blij mee. Er werd mij gevraagd, wat doen jullie met het geld bijvoorbeeld? Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat al het geld van KWF Kankerbestrijding gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Want als dat gebeurt, dan zullen ook alle patiënten in evenredige mate kunnen profiteren van de vorderingen die dat wetenschappelijk onderzoek ook laat zien. We ondersteunen een aantal patiëntenverenigingen in Nederland en de gespecialiseerde kankerzieken in huizen. Ziekenhuizen in Nederland krijgen ook structureel geld van KWF. Dus dat is kort gezegd wat we met het geld doen. We bestaan inmiddels vanaf 1949. En als je kijkt, werd me net ook gevraagd, vertel eens iets over de resultaten. Schiet het nou op met dat kankeronderzoek? Wat altijd belangrijk is de vijfjaarsoverleving. Als iemand langer dan 5 jaar weer beter is, nadat hij kanker heeft gekregen, heeft hij weer net zoveel kans om kanker te krijgen als iemand die het nog nooit eerder gehad heeft. Dus die 5 jaar is altijd heel belangrijk. In 1949, toen we opgericht werden door koningin Wilhelmina destijds, had iemand die kanker kreeg ongeveer 25% om na 5 jaar nog beter te zijn. Nu ligt datzelfde percentage, die 5 jaar, rond de 70%. Nu heeft 70% kans dat je na 5 jaar nog steeds kankervrij bent. Dus dat laat heel duidelijk zien hoe die ontwikkeling zich heeft doorgezet. Misschien een utopie hoor, maar gaan we Nederland ooit helemaal kankervrij krijgen? Op dit moment, 1 op de 3 mensen krijgt kanker in Nederland. Dat zijn echt heel grote aantallen. Als je kijkt naar de genezingscijfers, 6 van de 10 kankerpatiënten geneest. 4 van de 10 kankerpatiënten nog steeds niet. Toch wordt de kwaliteit van leven van mensen die ook te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden, wel steeds langer. En dat is ook winst. Het scheelt nogal als je bijvoorbeeld, vroeger had je misschien nog 3 weken en als je nu nog 3 jaar hebt, kan je bijvoorbeeld je kleinkinderen nog zien geboren worden. Ik noem maar even wat. De vraag of Nederland ooit helemaal kankervrij wordt, dat is een hele moeilijke vraag. Kanker zal zich ontwikkelen en we beginnen dat punt steeds naderbij te komen tot een chronische ziekte. Een ziekte die mensen soms jarenlang bij zich kunnen hebben, maar waaraan je niet hoeft te komen te overlijden. Die kant zal het opgaan. Natuurlijk slagen we er ook steeds beter in om mensen beter te maken. Maar helemaal kankervrij, dat is een utopie, denk ik. Toch een utopie, ja. We kunnen er wel zelf heel veel aan doen om de kans dat we kanker krijgen zo klein mogelijk te houden. Ja, ik wil ook eigenlijk vragen, we horen heel vaak roken natuurlijk als een van de grote oorzaken. Maar wat zijn nu echt nog meer de grote oorzaken waarmee we het zelf kunnen voorkomen? Nou, als je kanker wil, de kans dat je kanker zou krijgen zo klein mogelijk te houden, zijn er een aantal belangrijke dingen. En toch is de allerbelangrijkste niet roken. Dat is echt zo verschrikkelijk slecht. Dat scheelt ongeveer zo'n 30-40% kankerpatiënten per jaar. Als mensen zouden stoppen met roken. Dus laat die sigaret alsjeblieft voor wat die is. Eerder is het weer de tijd van de goede voornemens. Laat dit er één zijn. Een volgende belangrijk is, mensen zouden wat meer moeten letten op hun voeding. Meer groente, meer fruit. Wat matiger met alcohol. Soms in deze periode ook wat lastig. En wat een hele gevaarlijke is, straks ook weer met de wintersporters, de zon. Er is echt een explosieve groei van het aantal huidkankerpatiënten. Mensen zijn daar veel te onvoorzichtig mee. Goede voeding, wat bewegen, matig zijn, niet roken. Dan heb je eigenlijk het belangrijkste gedaan. Dan zijn we al op een heel eind in ieder geval. Ja, dan hou je de kans dat je kanker krijgt voor jezelf zo laag mogelijk. En dan nog kan het fout gaan, want kanker is een ziekte waarin leeftijd een belangrijke rol speelt. Het is ook een ouderdomsziekte. Gedurende je levensloop krijg je allerlei kleine foutjes in je DNA die sluipen erin. Als gevolg van te veel zonlicht, als gevolg van al die dingen die verkeerd zijn voor je. Te veel drank, roken, noem het maar op. En zo'n celletje kan op een gegeven ogenblik zeggen van nu ga ik me ongeremd delen.
En wanneer dat het geval is, ja, dan is er dus sprake van eventueel van een tumor. En ja. Dan hebben we met het probleem te maken. Hebben we met het probleem te maken, ja. Maar dat gebeurt wel bij het mensen, kankerpatiënten. 88% van de kankerpatiënten in Nederland is 50 jaar of ouder. Ziet u het nou meer bij jongeren terugkomen, toch meer bij de oudere mensen? Of is het eigenlijk, gaat het gelijk op? Nogmaals, met name oudere mensen van boven de 50 krijgen kanker. Omdat daarin erin begint te sluipen eigenlijk langzamerhand. Ja, omdat het een ouderdomsziekte is. En daarom zal ook het aantal kankerpatiënten in Nederland verder groter worden. Omdat we met een enorme vergrijzing van de bevolking te maken hebben. Dus dat speelt daarin ook een hele belangrijke rol. Kunnen we dat stoppen? Kunnen we daar dan wat aan doen? Nou, we zijn heel goed bezig in Nederland. 6 van de 10 kankerpatiënten geneest. En daarmee liggen we, daarmee doen we mee als het ware wereldwijd, zou maar zeggen, in het topje van de eredivisie. Om het maar even zo door te vertalen. Dus, wat dat betreft zijn we heel goed bezig in Nederland. Daar zijn we heel goed bezig. En dat kan, dat wordt mogelijk gemaakt door onder andere acties als deze. Want we blijven heel afhankelijk van geld. Geld, dat is echt voor KWF, daar moeten we het van hebben. Daarmee financieren we dat wetenschappelijk onderzoek. En het doen van wetenschappelijk onderzoek is heel erg duur en duurt relatief lang. Ja. Dus daarom is het belangrijk dat mensen door willen blijven geven aan het KWF. Want heus, soms lijkt het stilstaand water te zijn, maar er gebeurt zoveel. En nu overstaan we echt aan de vooravond van weer nieuwe inzichten. Denk aan bijvoorbeeld de immunotherapie. Allerlei therapieën die je eigen weerstand zodanig verhogen dat het gevecht met kankercellen in je lichaam aangegaan kan worden en gewonnen. Kun je daar eens een voorbeeld van geven, van zo'n therapie? Nou, met name in, ook, dat heeft ook weer te maken met huidkanker. Met wanneer mensen een melanoom hebben. Het voert nu misschien wat ver, maar specifiek in dat onderzoeksgebied weten we dat met immunotherapie nieuwe belangrijke vorderingen gemaakt worden. En kanker is we noemen het kanker, maar eigenlijk is kanker een combinatie van misschien wel 200 of 300 verschillende ziektes. Ja. Die dan gemeen hebben die ongeremde celdeling. Maar ze vragen allemaal, ook in verschillende leeftijdsfasen, een hele aparte aanpak. U zegt eigenlijk, het is een utopie dat het helemaal ooit kankervrij zal zijn, maar komt er misschien een periode dat kanker een ziekte is waarmee te leven is? Ja, dat het een chronische ziekte is, hè? Maar waar je niet meer aan hoeft te komen te overlijden. Daar zijn we nu eigenlijk naar aan het toewerken. Het is natuurlijk fantastisch als je helemaal beter wordt. Maar ja, als je ook niet meer hoeft te overlijden aan kanker, dat is natuurlijk ook een groot verschil, hè, met hoe het nu nog is. Want nu van de 10 kankerpatiënten overlijden er nog 4. 4 mensen. Het zijn 44.000 mensen per jaar overlijden aan kanker. Dat zijn er nog 44.000 te veel? Uiteraard. Dat is doodsoorzaak nummer 1 op dit moment in Nederland. Dus er is nog een hoop werk te verzetten. Nou, ik wil in ieder geval hartelijk bedanken. En ik zeg, ga door met uw inzet vooral. En dan gaan wij het ook doen. Oké, nou fantastisch. Hartstikke bedankt. Nou, je hoort het, minder roken. Pas op met de zon. En natuurlijk blijven doneren. Want geld is het allerbelangrijkste wat KWF kan gebruiken. Ik zeg, Ad, we gaan terug naar jou. Later.